Goedemorgen, het is woensdag, de dag van oud en nieuw. En zometeen komt Evelien op bezoek, wat ik gisteren had verteld. Meisje die ik al heel lang geleden heb leren kennen via internet. En we zien elkaar nog af en toe. Dus ja, dat wordt wel gezellig. Ze heeft het nog nooit hier gezien, in het echt tenminste. Dus dan gaat ze dat ook gelijk zien. En ik heb alvast een beetje een gouden ooglook. Voor mijn New Year's Eve make-up tutorial had ik juist zilver en grijs en zo. Maar aangezien ik een goud paillettenjurkje aan ga doen, dan ja, dacht ik, dan is goud natuurlijk veel mooier. En dan ga ik vanavond waarschijnlijk nog even een touch-up doen voordat het zover is. Want anders zit het niet meer zo mooi. Maar in ieder geval alvast een goede kleur op. Ik kan jullie ook alvast verklappen dat ik de hele kerstvakantie blijf vloggen. Dus sowieso nog tot en met 4 januari. Evelien is hier inmiddels en het is heel erg gezellig. Hoe lang hadden we elkaar nou al niet gezien? Nou, de laatste keer dat we elkaar hebben gezien was ergens in de zomer. Dus ja, volgens mij ook afgelopen zomer. Ja, dat valt voor ons toen nog wel mee, maar toch hadden we wel even wat bij te praten en zo. En het is heel erg gezellig en zometeen ga jij een hele lange reis maken, toch? Helemaal naar het hoge noorden. Ik ga weer naar Groningen. Om oud en nieuw daar te vieren, zonder vuurwerk. Zonder vuurwerk. Wij kijken alleen maar vanaf binnen, want we houden niet van vuurwerk. Nee. Tenminste, niet om erbij te zijn, alleen om te zien. Daar hou ik tenminste wel van. Ja, om te kijken vind ik het hartstikke leuk, maar ik hoef er niet bij in de buurt te zijn. Nee, dat is heel freaky. Dus nou ja, we gaan nog eventjes bijpraten. En dan zie ik jullie later weer. Ik heb mijn nagels even gelakt voor vanavond. En laatst had ik die gouden van Gosh, die Liquid Scent. Die was ook wel heel mooi, maar nu ben ik voor deze gegaan. Die is ook van een feestcollectie van vorig jaar, van Maybelline. En die is echt heel mooi, een soort van wit goud met roze glitters. En die past wel mooi bij mijn gouden paillettenjurkje die ik vanavond wil dragen. En we hebben alweer gezeur met internet, want hij zegt dat hij verbinding heeft, maar de hele tijd laat hij geen pagina's, geen internettoegang, geen internettoegang. Wat vind je ervan? Ik word er zo vrolijk van. Nee, het is echt heel naar. Vorige keer had één iemand gezegd, ik vind wel dat je een beetje overdrijft. Maar we hebben het dus echt al een maand. Dus dat is gewoon heel irritant, omdat er gewoon niks aan wordt gedaan. Dus. We gaan nu naar de opa en oma van Marco eventjes. Even gezellig langs. Het is een tijdje geleden dat ik daar ben geweest. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Het is echt super basic vandaag. Ik heb deze trui aan. Een soort bruin-zwart gestippelde trui. Zwarte jeans en bruine laarzen. En dan nog deze sjaal en jas. Wauw. Mensen staan in de rij voor de oliebollen. Ze zijn vast ook wel lekker, want ze zijn van de bakker daar. Ik heb ook zin in een oliebol. Onderweg naar Marco's opa en oma. En daarna nog naar zijn ouders trouwens. Dat is vergeten te zeggen. En volgens mij heeft je broer oliebollen gemaakt, toch? Ik weet het zeker. Oeh, misschien mogen we die proeven. Dat weet ik ook wel zeker. Jam, jam, jam. Oh nee, er wordt nu echt al superveel vuurwerk afgestoken. En ik vind het echt heel eng om daarnaast te fietsen. Want ik wil dan echt precies weten waar het allemaal vandaan komt. En ik ben echt bang dat er pijlen op me af worden geschoten en zo. I know, misschien een beetje overdreven. Maar er zijn gewoon zoveel mensen niet voorzichtig met vuurwerk. En we zijn wat langer blijven hangen bij de ouders van Marco dan gepland. Maar dat geeft niet, want we doen gewoon rustig aan. Ik ga me nu nog even omkleden in een leuk jurkje en zo. En dan gaan we... Doe, nee. Dan gaan we... Daar, kom je. Ja, kom eraan. Oh, ik vind het echt eng. Ik raak zo verstijfd hiervan. Oké, nu gaan we dus onderweg naar die vrienden van ons zo. Doeg. Oh ja, en waarschijnlijk zie je niks, maar oké. Ik heb mezelf klaargemaakt voor oud en nieuw. We waren net op de fiets en ik vond het echt super eng. Ik durfde sommige stukjes bijna niet door te fietsen. Ik weet niet, ik ben gewoon echt heel erg bang voor vuurwerk en dat het me raakt of zo. Dus dat was wel even balen, maar goed. Nu hoor ik ook echt weer een ambulance. Ik heb er al zoveel gehoord. Abnormaal. Maar ja, ik heb mijn gouden paillettenjurkje aan en ik heb gouden make-up. Ik denk niet meer dat je het echt heel goed kan zien met dit licht. Maar goed, het gaat om het idee. Glitter. Ik denk dat ik platte schoenen aan ga doen. Of in ieder geval enkellaarsjes of zoiets wat comfortabel loopt. Even uitzoeken. Oh,
Oh, hij is geslagen. Daar is dom. Hij wil niet. Utrecht! Tik boven op de troon staan. Kijk ik even naar beneden. Ja, meneer, daar zie ik het oude grafie. Het vijver en wijkzee. Ja, dat ik me uitzie. Over, ik ben trots wat dag hier was. Wat vinden jullie van deze kerel? Lekker ding, hè? Ja, beter dan een dierbaar. Veel beter. Ja, dat is waar, maar dat haar? Haar kan niet. Ja, dat kan Job beter, toch? Dat kan ik beter. Wel niet, man. Echt glas? Ja? Hey, wat zo? Had aangenaam voor de video ontdekt nu, dus die heb ik gelijk aangetrokken. Die vond ik het meeste bij mijn stijl passen en even een make-up tasje opgedaan. En ja, klaar om te gaan.